Iedereen is welkom, maar wij zijn niet voor iedereen. Ik kan dit niet even erbij doen in mijn eentje. In Rotterdam hadden we een gezicht nodig. Winsten winnen is in Rotterdam. Ja, het is echt een ras Rotterdammer. Het beeld is ontstaan van je schreeuwt en je gooit zo'n scoop naar binnen en bam, sixpack. Maar dat suggereren ze eigenlijk nooit. Als ik dingen zeg of doe, dat daar van alles van gevonden wordt. Johan Derksen, Marcel van Roosmalen, ja. Joep van het Hek en Henk Spaan. Zou ik jou om advies vragen? Nee? Ja, dan maakt je mening me ook niet zoveel uit. Arie Boomsma opende in 2015 zijn eerste Vondelgym op de Overtoom. Inmiddels zijn er 4, waaronder recent ook eentje in Rotterdam. Een project met rapper Winnen. Ik ga praten met de ondernemer Arie Boomsma. Welkom op CVD-TV. Arie, hartelijk welkom. Ja, dank je. Leuk. Ik sprak jou in 2016. En wat ik toen ook wel leuk vond, ik kwam er toen in de voorbereidingen achter dat je broer Klaas was betrokken, je zus was betrokken. Is dat nog steeds maar aan de orde? Ja, het is nog steeds aan de orde. Mijn zus doet eigenlijk cultuur en branding binnen het bedrijf. Ja. Dus veel wat we laten zien, de toon, de evenementen, dat soort dingen, de relaties. En mijn broer is hardloopcoach, hoofdcoach van het hardlopen. Nog steeds allemaal. En die heeft ook een paar boeken bij ons uitgebracht binnen de gym. Dus we zijn nog steeds... Een soort van familiebedrijf. Ja, gelukkig met de partners. Voelt als een familie, maar zij zijn in ieder geval nog betrokken. Ja, precies. Ja. Hey, je sprak in 2016 in hetzelfde interview over dat je, zeg maar, na die... Want je was toen net bezig met de tweede, om die te openen. Wieboud, volgens mij was de tweede. Toen zei ik begin nu al een beetje te dromen van misschien nog wel meer. En toen noemde hij een paar steden, waaronder Rotterdam. Ja. En ook buitenland. Als je nu terugkijkt, nu 2022, hoe is die groei gegaan? Die groei gaat goed. Dat buitenland, dat zie ik niet meer zo snel. Omdat ik gemerkt heb met op het moment dat wij meerdere locaties... Want toen kwam inderdaad de tweede. Die was ook heel snel vol met een wachtlijst. Ja. Dus toen durfden we een derde op de Zuidas. En inmiddels een vierde in Rotterdam. Maar ik merkte wel met die stap van Amsterdam naar Rotterdam... waarbij je een nieuw management nodig hebt en een andere werkstructuur... merkte ik wel heel sterk van het moeilijkst in het... schalen van het bedrijf is eigenlijk dat je de cultuur steeds weer vertaalt. Dus wat ons bijzonder maakt ten opzichte van andere gyms of sportondernemingen, hoe schaal je dat naar een plek waar je niet voortdurend zelf aanwezig bent? Ja. En ik denk als wij naar het buitenland zouden gaan, dan zou de combinatie van disciplines die wij aanbieden, dat maakt nog steeds kickboksen en crossfit. Dat is een unieke combinatie al. Mm-hmm. Er zijn nog een paar dingen omheen. Mm-hmm. Maar dat blijft dan over. Alleen die cultuur te bouwen in een andere, echte andere cultuur, precies, in een ander land. Ja. Dat lijkt me moeilijk. En ik merk ook dat er is zoveel werk in Nederland nog te doen. Er zijn heel wat steden te veroveren natuurlijk. Ja, en we zijn ook niet voor elke stad geschikt. Dus iedereen is welkom, maar wij zijn niet voor iedereen. Nee. Maar hoezo niet voor iedereen? Voor wie wel, zeg maar? Nou kijk, als je naar Basic Fit gaat, dan weet je, als ik daar binnenkom, staat vol met prachtige apparaten, ik weet wat ik ga doen. En je krijgt precies wat je verwacht. Mm-hmm. Bij ons, wij hebben CrossFit. Dat is al natuurlijk dat is een snelst groeiende sport van de wereld zo'n beetje. Maar het is wel specifiek. Mm-hmm. Dan hebben we kickboksen, yoga, hardlopen en gewoon fitness. Alleen we hebben bijvoorbeeld niet zoveel apparaten staan. Dus als je bij ons binnenkomt, dan kom je echt voor die groepslessen. Mm-hmm. Dat maakt het al... niet voor iedereen geschikt, want heel veel mensen willen gewoon vrij trainen op apparaten gaan zitten. Die komen bij jou binnen en die zeggen, hé, het is ook leeg hier. Ja, er staat geen packdeck en geen cross trainer. Nee. Dus je moet zelf aan de slag. En dat is wel, denk ik, het pionierschap en waar de markt naartoe gaat. Mm. Maar de massa zit nog op apparaten. En dus iedereen is welkom, maar het is niet voor iedereen. Die cultuur die je net schetste, of tenminste waar je het net over had, hè, van belangrijk om die cultuur te vertalen in nieuwe vestigingen. Beschrijf die cultuur eens. Kijk, we bouwen eigenlijk sportverenigingen. Dus het gevoel van de vereniging van vroeger, waar je elkaar kent, waar je elkaar knikt, even gedag knikt in de kleedkamer, waar je misschien samen sport, waar je evenementen hebt, waar je op een gegeven moment kinderen mee naartoe neemt. Die cultuur, dat is eigenlijk wat we bouwen. En elke vestiging moet dat weer hebben. Dus er moet een signatuur door al die vestigingen gaan, dat je denkt, dit is Vondel Gym en dat zit hem daarin. Maar elke moet ook weer zijn eigen handtekeningetje hebben. En dat is wel eens lastig om dat meteen weer te bouwen vanaf de grond. Dus dat begint met het aannamebeleid van trainers en andere collega's. Dat zit hem in muziek, dat zit hem in interieur. Dat zit hem in het meegeven van personeel. Van als er iemand binnenkomt, dan knik je. Iemand gaat er met een glimlach uit. Ja. We staan voor aandacht, kwaliteit. Hoe vertaal je dat? Ken je de namen van de mensen in je les?
Hoe geef je een high five? Op welk moment? Ja. Op dat detail proberen we af en toe die cultuur te bouwen en te bepalen. Maar hoe doe je dat? Nou, cultuur is wat je tolereert, ben ik achtergekomen. Dus je kan op papier hele mooie visie uitschrijven van zo zou onze cultuur, zo, dit is onze cultuur. Mm-hmm. Maar als je vervolgens iets heel anders tolereert onder je dak, ja, dat is wat de cultuur bepaalt. Mm. En dus hoe doen we dat? Bijvoorbeeld het voorbeeld Rotterdam. We weten, er komt een nieuwe plek. Die plek moet al een locatie zijn waarbij je, als je hem ziet, denkt, ah, Vondelgym. In dit geval is het in het WTC in Rotterdam. Veel beton, industrieel, mooi klassiek pand. Mm-hmm. Als je binnenkomt, zie je het interieur, dat herken je. Dan heb je de muziek. We draaien alleen maar hip-hop in de gym. Dat is een deel van de cultuur. En dan met het aannamebeleid, als we al die trainers en trainsters gaan verzamelen, dan gaan ze door onze interne opleiding. En we organiseren dagen waarin we uit gaan leggen hoe we werken en waarom we zo werken. Mm-hmm. En bij het selecteren van de mensen zijn we al bezig met, natuurlijk moet je op papier goed zijn, opgeleid, gekwalificeerd. Mm-hmm. Maar nu gaan we kijken, wat is je achtergrond? Hoe maak je contact? Hoe praten we met elkaar? Hoe denk je over de samenleving, over de mensen? Ja. En daar zit het heel erg. Want die mensen maken natuurlijk de cultuur en die zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt op zo'n plek. Ook als je bijvoorbeeld niet fit bent, dat je daar wel naar binnen loopt, omdat er contact met je gemaakt wordt. En dat er gedacht wordt, hoe gaan we samen jou fit krijgen? Mm. En niet van, hé, jij bent nog niet fit, wat doe je hier? Ja, ja. Hé, luister eens, hoeveel mensen, want nou ben ik er zelf nooit geweest, eerlijkheid gebied mij dat te zeggen. Ik kom wel in een sportschool, hoor, maar ja, in een andere. Ja, je zit fit uit. Maar dank je wel voor mijn leeftijd. Maar er lopen heel veel mensen rond, hè? Ja. Hoeveel mensen lopen er rond in een gemiddelde Vondelgym? Nou, de gyms die het langst bestaan zitten zo rond de 2.500 per locatie. Ja. En de gyms die het kortst bestaan gaan nu richting de 1.000. En dan heb je het over abonnees, klanten, ja, leden? Abonnementen, voor, ja. Abonnementen. Ja. En hoeveel personeel staat daar op, zeg maar, op een gym? Nou, we hebben ongeveer 30 mensen die op de balies op de locaties werken. We hebben een kleine back-office van 12, 14. Centraal, zeg maar? Ja. En dan hebben we aan trainers en trainsters over 4 locaties verdeeld. Ongeveer 160 mensen die overal. Maar dat zijn veel ZZP'ers. Oké. Okay. Veel, is dat het gros? Het gros, ja. Oké. Okay. Ja. Dan krijgen we de discussie natuurlijk die over ZZP'ers. Hè? Van ja, zijn het geen verkapte medewerkers gezien de uurtarieven die ze krijgen en zo? Hoe zie jij dat? Nou, we zorgen ervoor dat ze alleen al onder ons dak, dus met personal training en werken voor bedrijven en de lessen bij ons, dus dat ze verschillende werknemers of werkgevers al hebben, veel opdrachtgevers eigenlijk. Daarnaast is het ook zo dat ze soms op andere plekken ook nog lesgeven of werken. Dus ze zijn wel echt zelfstandigen. Ze regelen ook al hun eigen dingen. Dat is wel echt iets in die branche waar je heel erg mee bezig moet zijn ook. En we hebben ook wel sommige mensen in dienst genomen omdat ze heel erg voor ons kozen en dachten van ja, ik wil niet ook nog allerlei andere dingen doen, dus ik kom niet aan die opdrachtgevers. Ja. En dan komen ze in dienst. Maar liever heb ik ZZP, omdat de theorie is eigenlijk, als je ZZP'ers helpt met hun ontwikkeling, dus door social media trainingen te geven, door opleidingen te geven, door cliënten en opdrachten aan te reiken, als je ze helpt met hun ontwikkeling, tillen ze je onderneming eigenlijk mee omhoog. Mm-hmm. En dat vind ik een hele mooie, dat het eigenlijk niet is, ja, je bent als leider, als manager, ben je niet bezig volgelingen te creëren, maar nieuwe leiders te maken. En dat doet echt iets met je bedrijf. Hoe manage jij, dat zul je vast niet alleen doen, maar hoe wordt het bedrijf gemanaged? Want dit zijn wel heel veel mensen, ja. 4 locaties, daar gebeuren elke dag heel veel dingen. Ja. Hoe heb jij het management georganiseerd? We zijn dat eigenlijk nu net aan het veranderen. Want in COVID hadden we gedacht, we moeten juist heel lean zijn. En toen hebben we in Amsterdam bijvoorbeeld op 3 verschillende locaties met 1 locatiemanager gewerkt, die alle 3 die locaties onder haar hoede had. Mm. En een sportmanager die het sportdeel onder haar hoede had. Daar zitten wij met aandeelhouders, dat zijn er 4, zitten we boven. Zijn er nu trouwens 5 met Rotterdam erbij. Ja, daar wil ik zo meteen van meer over weten. Ja, ja, ja. Maar dus dat is eigenlijk de structuur. En nu hebben we net gekeken van, we willen per locatie een eigen locatiemanager die helemaal verantwoordelijk is voor die locatie. Ja. Voor alles daar. En een hoofdcoach sport.
Okay. En die twee ontfermen zich over de locatie en sturen de teams aan. Okay. Dus dat is eigenlijk hoe we het nu aan het doorvoeren zijn. En zijn die dan ook, want je hebt over 4 aandeelhouders en nu 5. Die 5e kan ik raden, dat is winnen. Ja, winnen is in Rotterdam aandeelhouder, ja. En hoe zitten die andere, dan ben jij er één? Ja. Zijn er dan nog 3 meer of zijn er 3 meer? Wie zijn dat dan? Er zijn er 2. Kijk, toen we met het idee kwamen, ik wist, ik kan toen nog vol op mijn televisie, 6-7 programma's per jaar. Ik kan dit niet even erbij doen in mijn eentje. Dus bovendien ben ik in... Sommige mensen denken dat misschien, hè? Oh ja, ja, die vergissen zich ernstig. Die Arie Boomsma, oh ja, die doet dat even een beetje tussendoor. Nee. Is dat de meeste tijd gaat aan de Vondelgym? Verreweg, ja. Ik sta ermee op, ga ermee naar bed. Alleen ook toen al, in het begin, dus dat is bijna 8 jaar geleden inmiddels, was het zo dat ik toen dacht ik zelf ook, dit ga ik erbij doen. Dus ik had partners nodig die ook zakelijk sterk zijn. Want ik heb veel ideeën. Ik kan goed mensen aansturen, cultuur bouwen en branden. Maar waar ik niet goed in ben, is het boekendeel van ondernemen. De spreadsheet. Ja. En dus daar had ik ook mensen voor nodig. Die ook daar de zakelijke ervaring hadden. En waar ik ook van kan leren. Mm-hmm. Dus ik heb 2 partners die eigenlijk vanuit de horeca komen. Die hier ook in het bedrijf zitten. En ik heb een partner die echt vanuit de sport komt. En die is vooral veel op de vloer ook aanwezig. Okay. En zo hebben we het eigenlijk toen gebouwd. En dat is nu nog steeds zo. Dus dat waren 4 aandeelhouders. Toen kwam de deal met winnen. Ja. Hoe kwam die tot stand? In Rotterdam hadden we een gezicht nodig. Je moet in Rotterdam nooit die Amsterdamse gym zijn die hier nu ook iets kon doen. Forget it. En bovendien denk ik dat sowieso onze weg is. Dat je altijd als je in een andere plaats gaat ondernemen, dat je een lokale gastheer of gastvrouw hebt. Uh-huh. Iemand die de stad en de cultuur daar kent en het respect ook heeft. Uh-huh. En het team kan bouwen en leiden. En winnen is in Rotterdam. Ja, het is echt een ras Rotterdammer met aanzien daar en respect. Maar ook iemand die altijd bekend staat om het verbinden. En het bouwen van mensen met elkaar in contact brengen. En maatschappelijk betrokken. Dus dat was een heel mooi omveld. En hij is een fitnessman. Ja. Dus dat was een heel mooie klik eigenlijk. Dus toen ik met hem ging praten, zei hij, ja, dit komt precies op het goede moment ook. Dus het was heel leuk om met hem te sparren over hoe gaan we dat dan doen en wat voor team gaan we vormen en wat is jouw rol daarin. Was hij het eens met de muziekkeuze of niet? Ja, hij staat zelf in de playlist. Hij staat zelf in de playlist. Daar stond hij al in. Ja, hij stond er al in. Ja, en het leuke is wel dat op het moment dat je hem er dan bij haalt, dat hij zich daar ook mee gaat bemoeien natuurlijk. Dus dan krijg je ook een hele mooie verse aanwas van muziek en van visie. Even zakelijk, hè? Want zo'n gym, wat kost een gemiddelde gym? Als je die moet opzetten, dat is veel geld. Hè? Ja, dat is veel geld. En we zitten op locaties die duur zijn vaak. Natuurlijk in de steden, in het centrum. Dus daar begint het al. Dan heb je de hele verbouwing, het interieur, de materialen. Wij kopen de materialen, dus wij huren niks of leasen niks. Al die machines, al die dingen die er wel staan, die kopen we allemaal. Daar hebben we wel echt samenwerking ook mee met merken als Eleiko en Matrix. Ja. Goed dat je even zegt ook dan. Ja, dat is altijd leuk voor ze. Maar wat kost het qua de luchtbehandeling? De luchtbehandeling is enorm. Ja. Dus je moet ongeveer wel uitgaan van ongeveer toch wel tegen de miljoen. Om de eerste fase, het bouwen, het interieur, de eerste aanloopmaanden. Dat er natuurlijk nog geen leden. Soms heb je bij aanvang wel veel interesse, maar... Je moet echt wel een paar maanden in calculeren. Ja. Dus je hebt het ongeveer over 1 miljoen per locatie om de start te bekostigen. En heeft zo'n winnen dan, hoe zag die deal eruit? Ik weet niet wat je daarover kan vertellen. Want om te beginnen heb je een stuk waardering waarschijnlijk nodig, want hij treedt in als aandeelhouder. Ja. Je zit met de aanbouw van zijn nieuwe Vondelgym. Hoe structureer je zoiets dan? Nou, daar wil ik inderdaad niet te veel over vertellen, omdat dat ook helemaal pakje aan is. Maar... uiteindelijk is het zo dat hij in de BV in Rotterdam, dat is een losse BV in de Vondelgym-tak, daar is hij aandeelhouder. Okay. En daar heeft hij dus gewoon een substantieel aandeel in het bedrijf met een bepaalde waarde. Ja, precies. En de rest is de Vondelgym-groep is eigenaar en hij is eigenaar. Ja, en elke gym is weer een nieuwe BV. Ja, precies. Ja. Heb jij, want je bent er nu 7 jaar mee bezig, hè? Zoiets. Ja, in januari 8. Ja. Januari 8 alweer. Als je nu zo terugkijkt, hè, zijn er dingen waarvan je denkt, daar heb ik me wel in vergist. Of daar ben ik goed op mijn mel gegaan. Of daar heb ik van geleerd.
Heel veel. Ja. Wat ik heel erg gemerkt heb, is in het schalen van een bedrijf. Dus als je één bedrijf hebt, iedereen die daar onder dat dak werkt, ziet dat echt als haar of zijn nest. En het is ons huis en we moeten het schoonhouden en netjes. En we zijn betrokken en we kennen iedereen. En op het moment dat je een tweede locatie opent met min of meer dezelfde groep, dan wordt dat al minder. Dus het voorbeeld van een stukje papier dat op de grond ligt. Ja, als bij die eerste gym pakt iedereen dat op, wie het ook is in het bedrijf. Bij de tweede gym is het al, stappen ze eroverheen, want dat doet iemand anders wel, sneller. En dat vertaalt zich op heel veel dingen. En met groei komt ook een nostalgie bij mensen waarmee je werkt. Dat ze denken, ja, maar vroeger kenden we elkaar allemaal, waren we allemaal op die ene plek, was iedereen, het verandert, we groeien te hard, het wordt anders. Dus je hebt ineens met de mensen heel veel te maken in hoe iedereen omgaat met verandering en met groei. Mm. En met het vasthouden aan, dit kende ik en dat vond ik fijn. En daar heb ik wel met vallen en opstaan moeten leren. Dat ik dat ook wel een beetje onderschat heb wat de impact is op al die levens van de mensen waarmee we werken. Ja. Heb je nooit het gevoel gehad van, oh man, ik wens je veel personeel, wat je dan wel hebt? Ja. Ja, zeker, zeker wel. Maar ik moet zeggen dat ook is waar ik het meest van geniet. Kijk, we hebben managers die dichter op de mensen staan. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld, ik wissel de locaties per dag af. Dus dan ben ik daar, daar plan ik wat afspraken. We hebben altijd wel een vergadering op hier en daar. En de training natuurlijk. Ik maak ook vaak afspraken met een training erbij. Om het te combineren. Maar ik zorg ervoor dat als ik op een locatie ben, dat ik wezenlijk contact heb met één collega die dag. En met één lid. Dus dat is niet meer dan, hey, wat ga je trainen? Oh, CrossFit, oké. Nee, dan gaan we echt even door in het gesprek. Mm. En dat probeer ik elke keer dat ik binnen ben altijd te doen. Eén lid, één collega, echt even spreken. En alleen al dat soort kleine, bijna geformateerde dingetjes, die werken voor mij heel goed om goed mijn vinger aan de pols te houden. Maar het blijft met groei heel lastig dat je, ja, mensen vinden het soms moeilijk. Ja, verandering. Ja, ja. Ja. Als het gaat, je noemt net bijna geformateerd en gestructureerd. Jij bent wel een gestructureerd baasje, hè? Ja. Ja, ik geloof dat dat... Kijk, ritme maakt ruimte. Ja. Dat is mijn theorie. En het fijne van structuur is, en vooral van dagelijkse structuur en dagelijks ritme, is dat het ook niet erg is als het een dag anders is. Want gisteren was het wel zo en morgen ook weer. Ja. Dus het laat eigenlijk heel veel ruimte voor impulsiviteit. Of voor de dingen gaan even net anders. Ik heb 3 zeer jonge kinderen, dus de dingen gaan zo nu en dan echt anders dan gepland. Ja. Maak je borst maar nat als ze ouder worden. Ja. Die van jou zijn in de 20 allemaal. Ja, precies. Ja, die maar doet het heel zelf. Dat biedt heel veel ruimte. Het is een beetje als van, we zitten nu in Bussum. Ik kan van Apkoude, waar ik woon, naar Bussum rijden. Dat is altijd van Apkoude naar Bussum. Maar dat kan op heel veel verschillende manieren. Mm. En dat is voor mij ritme. De dingen staan vast, maar daartussen ontstaat ontzettend veel ruimte om andere dingen te doen. En die structuur voor mij is ook wel heel erg, als ik productief wil zijn, dan moet ik die structuur bouwen. En dan moet ik een autoreply op mijn mail hebben. En dan moet ik vaste dagen hebben voor vaste afspraken. Daar moet elke dag die training in de agenda staan. Ik formateer ontzettend veel. Ja, ja. Ja. Jij zit... doe je nog veel televisie? Nee. Want dat is wel een verschil, hè, met dat we elkaar inmiddels al 6 jaar geleden spraken. Dus als je vol in tv. Ja. Heeft dat effect op jouw bekend zijn? Nou, kijk, nu komen we net uit de periode dat door COVID de sportscholen dicht waren en de branche mij gevraagd had als gezicht van de branche naar buiten te treden. Ja. Dus dat ik nogal veel bij al die talkshows zat om dat verhaal te verkondigen. Dus dan is die zichtbaarheid nog steeds groot. Mm. Bovendien blijft het op de een of andere manier zo dat als ik dingen zeg of doe, dat daar van alles van gevonden wordt. Dus er is altijd wel een koor van loftuiters en een koor van... You love him or you hate him. Ja, pek en veren. Waar zit dat in? Toen ik mijn programma's maakte, begreep ik dat heel goed, omdat dat waren vaak gevoelige onderwerpen. Ik heb ook wel eens gedacht dat het een combinatie is van uiterlijk en de maatschappelijke lading van mijn programma's. Daar zit iets dat mensen niet makkelijk kunnen plaatsen. Nu denk ik heel vaak dat het heeft te maken met dat het soms lijkt alsof de dingen me makkelijk afgaan. En dat er een vorm van afgunst of dat weet ik niet precies. Maar dat is een beetje
soms begrijp ik het ook gewoon eerlijk gezegd niet. Dat vraag ik mezelf ook af. Vind je het lastig? Niet meer. Nee, ik heb over de jaren vanaf 98 media gedaan. Jarenlang 6-7 programma's. Elke keer weer met een eigen mediadynamiek eromheen. Mm-hmm. Vaak van die mediarellen in het oog van die storm gezeten. Dus dan op een gegeven moment weet ik, oké, alles wat ik doe of wat ik zeg zal die loftuiters hebben en die mensen die het niet leuk vinden, die zijn er altijd allebei. Dus ik moet zorgen dat ik mijn eigen koers goed hou en dat ik mensen om me heen heb die kritisch zijn, maar ook dat ik me nooit laat leiden door die lof, dingen gaan maken omdat anderen het tof vinden of dingen niet doe omdat deze mensen klaarstaan om het aan te pakken. Dus dat is voor mij zo belangrijk geworden dat ik inmiddels natuurlijk doet sommige dingen doen wel pijn. Als iets net niet helemaal klopt en ze gaan er toch mee aan de haal. Dat kan vervelend zijn. Mm. Maar er zit ook wel een hoekje. Nou ja, je hebt bijvoorbeeld een bepaald voormalig voetbalprogramma waar ik nog alles over tafel ga. Dat doet me niks meer, want dat bestaat voor mij niet. Dat merk je ook nergens in je leven. En heel vaak denk ik als zo'n... Wat oudere, bittere, bozige mensen iets over me roepen, dan denk ik, oké, ik heb 3 fantastische kinderen, een vrouw waar ik veel van hou, een mooi bedrijf, ik woon in mijn droomhuis, ik heb niemand in mijn omgeving die ernstig ziek is op dit moment, nee. Mijn ouders leven nog. Zo relativeer ik dan een beetje van, je hebt natuurlijk snel het gevoel dat iedereen ermee bezig is, maar dat is nooit zo. Het is niet. Dus ik relativeer dat op het moment vrij makkelijk. En dat is ook wel eens anders geweest in jaren. Maar de leeftijd helpt misschien ook een beetje? Helpt zeker ook. En het helpt ook wel dat ik. Kijk, ik ben niet meer afhankelijk. Toen ik in de media werkte, hoewel ik dat met echt veel plezier deed, was ik ook afhankelijk. Want als ik een idee had, moest ik aankloppen bij een manager. En die ging naar een zendercoördinator. En dan mochten we misschien op een dinsdagavond in november beginnen om 9:30. En die dynamiek is me steeds meer tegen gaan staan. En dat in combinatie met het feit dat als ik bijvoorbeeld 2 weken per maand, 6 maanden lang op reis was voor een programma. Ja, mijn kinderen zijn onder de 6 allemaal. Dus dan miste ik zoveel. Mm-hmm. Plus, ik merkte, hoe meer ik in mijn bedrijf aanwezig ben, hoe meer ik bedenk, hoe meer ik mensen spreek, hoe meer ik doe, hoe meer dat vertaalt. Dus hoe meer ik afwezig ben, hoe meer je dat ook merkt. Ja. Dus die combinatie van dingen, moeite met die mechanismen van afhankelijkheid, de positieve effecten van aanwezigheid in mijn bedrijf en met mijn mensen, en die combinatie zorgde ervoor dat ik dacht, ja jongens, ik heb ruim 20 jaar tv gemaakt met veel plezier, maar het is niet echt te combineren. Mm-hmm. Dus nu, als ik een idee heb, dan denk ik wel eens, oh ja, het zou toch wel mooi zijn om me weer eens vast te bijten in zo'n mooi maatschappelijk thema. Dus heel af en toe mis ik dat. De vraag is of je daar televisie nog voor nodig hebt, toch? Want je hebt je eigen kanalen. Dat vind ik ook nu. Dus dat helpt ook wel. En ik merk, ik geniet zo van het ondernemen en van het bouwen en van mensen helpen in hun ontwikkeling op een mooi moment. Ja. Dat ik eigenlijk... Ja, ik heb nooit het gevoel van, misschien moet ik dat weer veranderen en toch proberen 2 dagen in de week tv te maken of zo. Of dat, nee. Ondernemerschap heeft het gewonnen. Ja, en daar leer ik. Weet je, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Dat ik heb daar het gevoel dat ik nog zoveel kan leren en kan opsteken. En dat er zoveel ruimte is voor ideeën en voor die branche ook een beetje hervormen. Ja, want daar wil ik nog 1 ding over vragen. Als we toch even de combi van de branche en media en jouw rol in de media. Is dat het hele fitfluencers, had een tijdje geleden ook weer een hele discussie over. Ook Joël Beukers zich bijvoorbeeld behoorlijk, zeg maar, pist over uitliet. Van jullie geven eigenlijk het verkeerde voorbeeld. Want jullie hebben allemaal van die goddelijke lichamen. En dan heb je allemaal een heleboel zielige mensen op social. En die gaan dan aan de supplementen. En wat vind je van die discussie? 2 dingen daarover. Ik denk allereerst, want nu werd Joël Beukers inderdaad een beetje opgevoerd als symbool daarvan. Terwijl mensen weten niet wat een slimme ondernemer daarachter zit. Maar ook hoe goed hij en die hele groep vrienden trainen. En hoe hard ze trainen. En al hoe lang ze al trainen. Ook nog eens vanuit een topsportverleden. Dus het beeld is ontstaan van je schreeuwt en je gooit zo'n scoop naar binnen en bam, sixpack. Maar dat suggereren ze eigenlijk nooit. Dus daar vond ik 1 ding. Ik zal het voor Joël snel opnemen eigenlijk altijd. Maar het andere is ook waar. Dit is wel de tijd van quick fix. En veel mensen zijn wel op zoek naar die shortcut. En
veel mensen in de jongere generatie willen vooral bij een eindtraject, een eindstation zijn. Ook qua ondernemerschap, hè? Dus niet alleen qua lijf. Qua alles. Maar ook, ja, qua het is alles. De shuffle-generatie. Ja. En als het moeilijk wordt, shuffle je naar iets anders en ga je daar vol in. En als dat moeilijk wordt, shuffle je weer. En ik denk, een van de dingen die sport kan leren is wat het is om een doel te stellen, daar doorheen te moeten, daar hard voor te moeten werken. Dat is een hele mooie exercitie eigenlijk. En ik denk dat we heel erg uit moeten kijken dat als uiterlijk het doel wordt bij sport. Dus ik wil er zo uitzien. En dat geeft nooit voldoening en je bent daar nooit. Dus ik denk ook dat het kwalijk is om als je op je Instagram elke dag alleen maar in je sixpack te zien bent en alleen maar suggereert van dat maakt je gelukkig. Ja, dat is ook de verkeerde hoek. Ja. En al helemaal als je dat uit een potje kunt halen. Want ik denk dat dat vaak mist in de discussie. Zelf heb ik bijvoorbeeld ervoor gekozen om niet meer zoals vroeger alle mens health covers te laten zien de hele tijd. En voortdurend die shirts uit. En om niet dat te veel te benadrukken. Want uiterlijk is een gevolg van wat je doet. Ik heb zo wel eens oefeningen zin doen van, in samenwerking met de Linda ook. Dat ja, je ja, denkt van, ja, ja, ja. En dan ja, die kwijlende dames weer, die maar naar ja. Harry gingen kijken. Ja. Ja, dat was ook de tijd. En nu, kijk, je uiterlijk is een gevolg van wat je doet. Het is geen doel. Mm. En de basis is altijd goed eten, goed slapen, goed bewegen. Plezier hebben in wat je doet. En dan is dat gevolg dat je er anders uit gaat zien. Ja. En daar moet je geduld voor hebben, daar moet je hard voor werken. En als mensen mij vragen van ja, hoe krijg ik een sixpack? Dan zeg ik eigenlijk altijd hetzelfde. Van ik zou die sixpack niet als doel zien. Ga kijken wat je wil bereiken met sport. Waarom train je? En hoe zit je leven erin? Welk type training is nodig om dat leven te ondersteunen? Dat zijn leuke vragen. Dan raakt fitness eigenlijk therapie klinkt misschien zwaar, maar persoonlijke ontwikkeling. Ja, echt. En ik denk ook dat daarin, kijk, we hebben nu gemerkt in die 2 jaar COVID hoe belangrijk je gezondheid is. En ook dat je grotendeels dat zelf in de hand hebt. Dus ik denk dat het nu heel mooi is dat die verschuiving juist een beetje weg van dat bikini lichaam en dat uiterlijk is gegaan. En naar nee, gezondheid is een schild. En het helpt je alles uit het leven te halen. Het helpt je de energie te hebben in een leven waarin alles kan. We kunnen alles, we willen overal bij zijn. Zoveel afleidingen, zoveel mogelijkheden en zoveel stress en prestatiedruk. Ja, dat leven, dat kun je niet aan als je niet goed voor je gezondheid zorgt. Ja, het is alleen jammer dat als je zeg maar, op de manier waarop met name jonge mensen over social heen duikelen, schetst een heel ander beeld. Ja, zeker. Nou ja, ik denk wel dat daar voor ons allemaal op socials ook een verantwoordelijkheid ligt. Ja. En dat is denk ik wel echt waar je goed naar moet kijken. Voor mij is de grote vraag bij socials deze tijd van wat heeft een ander eraan wat ik plaats? Dus het social gedeelte van de socials ben ik heel erg aan het opzoeken. Terwijl jij juist zo vaak wordt beticht van de man met het toch wel grote ego. Terwijl ja. Je dus nu het tegenovergestelde zegt. Ja, kijk, maar dat doet me niet zoveel. Want dat komt eigenlijk altijd van mensen die me niet kennen. Of die zelf niet zo blij zijn. Of een nog groter ego hebben. Nou ja, weet je, kijk. Er zijn een paar, als we het er nu toch over hebben. Een paar mensen die vaak dan, nou, Johan Derksen. Marcel van Roosmalen, ja. Joep van het Hek en Henk Spaan. Dat zijn eigenlijk de 4. En kijk, daar tekent zich natuurlijk wel een beeld af van wat oudere, bozere mannen met een over het algemeen wat rammelende gezondheid. Dan snap ik ook wel dat als je iemand ziet die heel veel plezier heeft in trainen en gezondheid en dat graag deelt. Ja, dat is moeilijk. Ik vind het ook niet erg. Ik zie een tv-format waarbij jij hun 4 gaat trainen. dat lijkt me heel leuk. En ik denk dat Henk Spaan bijvoorbeeld, weet je, dat is echt wel een getalenteerde man natuurlijk. En ja. Trouwens, allemaal deze mensen zijn ergens heel goed in. Dus ze hoeven niet bang te zijn. Maar ja, dat gedeelte doet me niks. Want ik denk bij dat die vorm als iemand zoekt, ja, je hebt een groot ego, het gaat vooral om jou. Dan denk ik altijd, zou ik jou om advies vragen? Nee. Ja, dan maakt je mening me ook niet zoveel uit. Nee. Dan is het gewoon een mening zoals er duizenden zijn op de socials. Nee. En dat maakt niet zoveel uit. Nee. Tot slot, je ondernemersplannen. Ja. Wat gaat er allemaal aankomen? Nou, ik ben wel sinds dat gesprek ook, waar toen uitsprak inderdaad, van het lijkt me mooi om in Nederland meerdere plekken te hebben. Het blijft voor ons, voor Vondel Gym, is het altijd zo dat wij kunnen niet in elke plaats zitten. We hebben geen basic fit of train more ambities. Nee, dus je hebt het altijd nog over de grotere steden. En daar hoort dan wel een stad als Zwolle bijvoorbeeld bij. En elke keer weer in datzelfde model. Een lokaal gezicht. Goede trainers die we zelf opleiden. Mooie cultuur. En dan denk ik dat wij zo rond de 11-12 vestigingen in Nederland er echt wel zijn. En dan zit de verdieping er heel erg in. Wat gaan we doen online?
Hoe zorgen we ervoor dat als er ooit nog eens een pandemie komt, waardoor de wereld op slot gaat, dat we goed door kunnen. Ja. Dus het zit dan nu veel meer in de verdieping van het bedrijf en de verbreding. En dan dat we heel snel moeten groeien. Blijft nog steeds zo. De gym die we net geopend hebben, moet eerst helemaal stabiel draaien, voorbij break-even zijn. Dan gaan we pas kijken naar de volgende. Ondertussen bekijken we wel locaties. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier ermee, Arie. Dank, ja, dank, dank. Dank dat je mijn gast was. Leuk, dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersverhaal hier op CVD-TV. En heb je geluisterd naar de podcast, ook dankjewel voor het luisteren. Hoi.